Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag, ik zit in de auto. Ik heb namelijk Stan net weggebracht even bij Station Zuid. Ik ben nu weer onderweg naar huis en ik heb vanochtend even een paar uurtjes gewerkt op kantoor. Ik ga nu thuis nog even werken en even wat samenwerkingen filmen. Hele leuke samenwerking heb ik. En oh ja, ik ga een koffietje doen met Maggie, want die is weer back in town. Ik ga sporten en vanavond ga ik naar mag ik hier wel komen als auto? Ik vind het zo vaag dat ik hier ben. Maar dat zal wel. En vanavond ga ik eten bij Anne met Nina, Sophie en Bo. Helemaal gezellig. Dus helemaal drukke planning, maar wel helemaal leuk. Heel vaag hier waar ik nu aan het rijden ben, maar don't mind me. Ik ga even op de weg letten. Alright guys, het is inmiddels 7 uur. Ik ben bijna bij Anne. We gaan namelijk een gezellig avondje, heb ik dat al gezegd, met de meiden bij Anne eten. Anne is gespecialiseerd in de maak van truffelpasta, oh my god. Dus we gaan lekker truffelpasta eten. Echt, cannot wait. Ik ben er over 4 minuten al, dus love it. Ik heb net even een sportlesje gedaan. Daar meteen doorgereisd naar Anne dus. Helemaal chill. En vanavond slaap ik dan weer Stan, want anders moet ik vanavond weer naar huis en naar Amsterdam. Dat is ook kut. En dan ga ik morgenochtend gewoon weer richting Amsterdam. Ik heb mijn spullen ook allemaal mee, dus yes. Nou, de famous truffelpasta van Anne. Hey. Oh. Nou, kom maar met de borden. Hey. Sorry hoor, maar dit is niet normaal. Hoppa! Lekker. Ik hou wel, ik ben wel echt een mixer, jullie? Ja, ik ook. Ja, ik ook. Nee, ik doe daarom niet. Behalve zeg maar met mijn ADG'tje. Oh. Ja. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik ben echt fucking moe. Ik weet niet waarom. Want ik heb gewoon uitgeslapen. Ik heb ook gewoon 8 uur lang geslapen. Hè? Maar ik ben echt kapot. I don't know. Maybe because of the weekend. Maar ik was in ieder geval bij Stan. Flitspaal 60 km per uur. Ja. Ik was bij Stan blijven slapen. Dus ik ben nu vanuit Nieuwkoop terug aan het rijden naar Amsterdam. Damsko. Wat moet je erover zeggen? Het is nu 9:10. Ik begin om 10 even lekker rustig aan. Het is dus overal file. Ik word er echt gestoord van. Ik haat file echt. Ik haat het van de voeten. Maar het is altijd druk in de ochtend. Echt blij dat ik dat niet meer heb sinds ik in Amsterdam ben. Woon. Die kutfile en zo. Echt wat een gezeik is dat zeg. Ik heb een heel leuk cute jurkje aan, want het is echt fucking mooi weer. Opeens weer. Het is helemaal lekker weer geworden. Deze hele week wordt het echt, nou ik weet niet wat, maar echt fucking warm. Het is wel leuk. Oh my god. Sterk om te knippen. En meer. Die gaat een bob. Dit is 37? Ja. Maar we hebben toch een meetlint hier liggen? Ja, maar ik kan hem niet vinden. In die kast volgens mij. Nee, ja, zoek maar. Dus dan is dit. Ik ben zo benieuwd. Exciting. Oh my god. Het is een beetje van zo'n beetje Paris vibe. Iedereen is die boot. Oh my god. Ja, ik denk dat daar gaat de bob. Hier moet ik. Ja. Wat? Nee, ik heb het. Oh, ja, hier doe ik hem. Ja. Oké? Ja, mijn hart gaat een keer. Ja, we zijn bezig. Oh my god! Oh my god, kijk eens. Oh my god, dat was echt wel heel nice. Holy shit. En dan gaan we het mooier. Oh my god. Wow, mag ik dit spoelen? What the hell? Lijkt het toch op? Hé, die bovenkant. Wow, jij hebt wel glad haar. Oh mijn god, ziek. Kijk, want nu moeten we dit helemaal, ja, helemaal mooi recht maken. Ja. Maar het lukt zo goed. Slick, slick. Love it. Slick. Ja, nog wel een stukje. Ja, gewoon. Hij moet wel wat strakker.
Ik ben thuis en ik ga de lekkerste pannoedels op aarde maken. Dus eerst even heel snel mijn make-up gaan doen. Want ik ga mukbang filmen dus. Ja, even die kop fixen. Nou guys, ik heb alles helemaal klaarstaan voor de mukbang. Ik zal jullie even het eten laten zien. Het is namelijk echt niet normaal. Het is echt normaal. Look at this. Oh my god. So good, so good. Guys, ik ben net terug van sporten. Wat is dit raar licht? Ik kom net terug van sporten. En ik heb super veel leuke nieuwe items. Wow, mijn haar is echt ziek ontploft. Maar ik heb super veel leuke nieuwe items van Naked. Dus wil ik even aan jullie laten zien. Want ik ben echt helemaal enthousiast over mijn nieuwe fits. En ik wil jullie ook even wat inspiratie geven voor leuke outfitjes. Voor back to school. Beetje ja, na zomer. Herfst weer op komst. Dus ik ga het even met jullie laten zien. Ik heb dus een kortingscode Sarah Grieks AIT. Dus Sarah YouTube. Link staat in de beschrijving. Dan kan je alles checken. Maar je kan dus mijn kortingscode gebruiken. En dan krijg je 30% korting. Dat is echt ziek veel. Maar 30% korting voor iedereen. Dus maak je, ben je een bestaande klant, nieuwe klant. Maakt niet uit. Iedereen krijgt 30% korting. Dus ja. Ze hebben superleuke jassen, pantalons, blazers, alles. Dus ik ga het even laten zien. Dan dus als eerst deze bandeau top. Naked heeft heel veel van dit soort bandeau toppen. Hij heeft deze bandeau top in heel veel kleuren. Dus ja, dit is echt mijn favoriet. Dit kan je met alles combineren. En vooral vind ik dit leuk met een blazer eroverheen. Daar gebruik ik ze echt heel veel voor. En dan mijn favoriete linnenbroek op de aardbol. Ze hebben hem in het wit, maar ook in deze beige kleur. Ik heb ze nu in beide kleuren. En ik doe ze allebei met heel veel liefde aan. Deze, het chillen aan deze linnenbroek is dat hij echt perfect zit. Want hij heeft met zo'n koordje. Ik heb nu een fel kleurige string hieronder. En die ziet het gewoon niet doorschijnen. En dus met die witte precies hetzelfde. En dat heb ik altijd met linnenbroeken. Het staat gewoon niet mooi, want het schijnt gewoon ziek door. Bij deze dus niet. Dus, en hij is ook de perfecte lengte. Dus ik ben hier echt zo ontzettend blij mee. Ik heb trouwens hier echt een zieke lamp staan. Want anders kunnen jullie mijn outfits niet goed zien. Dit zijn de eerste items die echt mijn ultimate favorites zijn. Dan in mijn hoofd was dit echt een heel leuk setje. Maar eigenlijk als ik het aanzie weet ik het niet zo goed. Het is dus een donkerblauw rokje die veel te groot is. Echt veel te ruim. Dus ja, op zich is het ook wel weer cute dat hij oversized is. Kijk, zo kun je het rokje wat beter zien. Het is echt veel te groot. Dus ja, dit is niet echt een toppertje. Maar deze blouse vind ik wel gewoon heel leuk. Want zo'n witte blouse gestreept komt altijd van pas. Vooral als je werkt. En zo'n blouse altijd chill, altijd mooi. Ja, hier ben ik wel gewoon heel blij mee. Echt een fijne stof. En leuk met wit-blauw gestreept. Dat is altijd goed. Dan heb ik hier de volgende outfit. Dat is eerst deze top. Nou, deze vind ik echt amazing. Hoe leuk is deze? Ik vind het vibe echt helemaal leuk. En dan heb ik dus deze rok. Ik dacht ook leuk voor werk, maar ook leuk voor back to school, werk, alles. Er zit dus een split voor in. Maar ik denk dus, ik zeg maar, hier zit het kaartje. Maar ik vind dus persoonlijk die rok leuker als die split achterin zit. Ik vind dat echt veel leuker. Dus ik denk dat ik hem gewoon zo ga dragen. Trouwens ook echt heel erg leuk setje samen. Ja, vooral die top vind ik echt heel leuk. Maar die rok, ik ga dit ding gewoon morgen naar school of naar werk aan doen. Dan letterlijk mijn favoriete blazer op deze aardbol. Gewoon, ik heb nog nooit zo'n leuke blazer ontmoet. Ik heb deze dus ook in het grijs. Maar hoe leuk is dit setje voor in de nazomer voor op kantoor. Ik heb ook het bijpassende broekje erbij. Dit heeft ook leuk zo'n pocket detail. En dan draag ik dat dus met die bandeau dus bijvoorbeeld zo. Want die bandeau vind ik echt leuk met een blazer staan. Hier ben ik heel blij mee. Fave set. Dan heb ik trouwens echt de meest geweldige laarzen ooit. Kijk hoe leuk ze zijn. Ze zijn dus niet per se te hoog. Dus ze hebben echt een perfecte formaat hak. Dat je er echt een hele dag op kan lopen. Maar ze zijn zo leuk oversized en baggy. En ja, ik weet niet, het was niet helemaal bij deze outfit of zo. Maar ik had echt nog van die beige nude laarzen nodig. En ik vind deze echt zo leuk. Echt, oh my god, I love it. Dan heb ik deze super leuke jas. En deze is best wel heftig, maar
I love it. Ik vind dit echt geweldig voor events om hiermee aan te komen. En dit is ook dus meteen een regenjas, want het is natuurlijk van het lak. Dus we gaan de herfst in. Hoe fancy leuke regenjas wil je hebben? Dus ja, ik ben echt helemaal fan van deze trenchcoat sowieso. Hij heeft ook lekker een grote zak, leuke knopen en zo. Dus ja, hier ben ik echt heel blij mee en echt obsessief mee. Dan heb ik echt deze geweldige lange maxi dress. En van voor is je dus zo. But wait till you see the back. Kijk hoe mooi. Hij heeft dus gewoon aan de achterkant zo'n open rug. Ik vind dit zo gaaf. Ik heb volgende week dus een filmpremière van After, de movie. Dus ik dacht, ik ga sowieso deze jurk aan doen. Dan heb ik ook twee hele leuke nieuwe tasjes. Als eerst deze zwarte glitter. Dus ik denk dat ik deze er sowieso bij ga doen. Want ja, hoe leuk is dit? Echt, I love it. Echt een must-have die je wil in je kast. Maar ik heb ook deze hele coole. En dit vind ik echt een statement tas. Deze ziet er zo uit. En deze vind ik ook echt heel vet voor een event. Ja, misschien ga ik deze er wel bij doen. Het is wel echt wat meer statement of zo. Ook echt heel leuk. Dus ja, dat waren eigenlijk de items. Wil je dus met 30% korting bij Naked shoppen? Ze hebben echt zoveel leuke dingen. Echt, ik kan er wel 100 items bestellen. Sarah Grieks IT van Sarah YouTube. Dus ja, don't forget the order. En ja, dat was hem. Oh mijn god, ik vergeet wel bijna het leukste item. Deze top. Deze vind ik echt niet normaal. Zo met die roos hier. Dit is toch echt te leuk. Ik heb hieronder dus een pad aan. Maar ik moet eigenlijk even tepelplakkers kopen. Maar ik heb op kantoor tepelplakkers van Litchi liggen. Dus die moet je er eigenlijk bij aandoen. Maar hoe leuk is dit? En dus van de achterkant heeft hij zo gekruist. Ah, ik vind het echt niet normaal. Ik vind het zo leuk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik ben even een dagje thuis aan het werk. En druk bezig. Want ja, ik moet veel doen. En het is echt fucking mooi weer. Maar ik ben alleen maar binnen mijn kamer aan het filmen. En dat zou maar weer aan het doen. Jammer, maar ja. Is niet anders. Het is zo warm. Echt bizar. Ik zit nu in de weekvlog te editen. Zonnetje schijnt. Stan is gezellig. En ik heb dit nieuwe hoesje van Burga en ik vind hem zo leuk. Hoe cute. Helemaal happy vibes. Nou, ook handig met zo'n dingetje aan. Ik heb dat nog nooit gehad. Oeh, appjes. Mooi weer, maar we gaan eigenlijk niet echt wat doen. We gaan sporten om 6. We gaan ze nu even boodschappen doen. Dan gaan eten. Het was een productieve dag, maar niet echt leuk voor de vlog. Ja, ik heb niet gevlogd, dus... Nou guys, we zijn klaar met de workout. En we gaan nu, we hebben eten besteld bij Takemundo. Ik heb daar nog nooit, we hebben wraps en burrito en zo, nooit gehaald. Maar dat gaan we nu ophalen. En ja, het is zo lekker weer. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Het is echt super mooi weer. Dus ik heb lekker een zomersetje aan. Ja, is echt het wordt echt heel mooi weer. En ik ga vanmiddag naar mijn nestings voor een ijsbad met zon. Hoe leuk. Nou guys, ik heb net een ijsbad gedaan bij Renaissance. Het zit hier op de Zuidas. Daar. En het was zo chill. Ik zal hier even een beeld in plakken. Dat Sanne en ik het ijsbad ingingen. En ik voelde het echt zoveel makkelijker dan ik dacht. De eerste 30 seconden dacht ik, de eerste 5 seconden dacht ik, ik moet er nu uit. Ik ga dit niet redden. Ik ga die eerste 30 seconden halen. De eindstand is best goed gegaan. Ik ben gewoon 3 minuten erin geweest op moed. Echt trots op mezelf. Ik voel me echt top. Ik ga nu lekker mijn nagels laten doen. Het is helemaal lekker zelfcare dagje. Ik ben even aan het werk. En ik heb even een lekker mini snackje voor mezelf gemaakt. Lekker dumplings. Zo lekker. Echt. Oh, I love it. Ik word echt een hele irritante en harde vervelende diep. Maar alweer. Lekker met kimchi. Kewpie mayo. Sojasaus.
Bosuitje. Dit is niet normaal. Ik denk dat ik dit elke dag kan eten. Zo lekker vind ik het gewoon. Nou, echt een raar piepje. Vooral kimchi. Vind ik zo lekker. Een beetje spicy ook. Ik zou zo graag een keer kimchi zelf willen maken. Volgens mij is dat dus best wel veel werk. Dus ja, daar heb ik dan weer geen zin in. Zo lekker. Alles Aziatisch. Give it to me. Ik zou het echt gewoon elke dag willen eten. Ik doe het ook bijna. I'm living for it. Echt erg. Morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik heb net lekker gesport. Ik heb gedoucht. Ik zit nu even buiten bij de Hoeksen met Maggie. Het is echt super lekker weer. Dus heerlijk. The girl was 2 days ago jarig. Maar we hebben nu... van de winkel. Oh, lekker. Lekker? Ja. Ze zeiden eigenlijk dat je het altijd een dag van tevoren moest doen. Maar hij zei... Voor nu dan. Oh. Nou, doei. Ja. Lekker. Hij zit er zo totaal gewoon niet in de zon. Nou, leuk dat je er was. Hallo allemaal, het is inmiddels 4:30. Ik zit in de auto. With my new sunnies. I'm so blessed. Ik ga nu onderweg naar Nieuwkoop, naar Stam. Gezellig. Want we gaan in de avond varen, want het is echt fucking warm en mooi weer. Dus we gaan even op de boot eten en dan varen. En morgen is gondelvaart. Dat is altijd in Nieuwkoop heel leuk. Dan gaan we in de avond met gewoon iedereen die wil, de boot op. Werkzaamheden. De boot op, verlicht met lampjes en zo. En dan komt er een vuurwerkshow en zo. Nou, helemaal leuk. Nu onderweg. Ik hoop niet dat het te druk op de weg is, want ik vind dat zo saai. Ik weet. Even lekker wasstraatje. Hallo allemaal. Het is voor mijn gevoel echt 11:00 PM, maar het is... Welkom bij de weekvlog, dames en heren. Zo, het is hier warm. Ik zou daar niet... Nee, niet doen. Wel. Maar ik zou daar niet neerzetten, maar dat ding. Doe niet. Nou, dat gaat banjeren. Nee, maar gewoon even heel even. Ja. We hebben even een fleur gehaald. Nou, van wat. En we hadden net lekker, gevaren. Heb je dat niet gevlogd? Nee. Jij durft bij mij nooit te vloggen. Nee, met je vader van. Oké. Ook is je vader heel lief, maar het is gewoon awkward met andere mensen. Met jou durf ik wel te vloggen, maar ik vergeet het. Because I'm having the time of my life. Good. Ik heb altijd. Maar ik vind wat? Aflast gemist. Hè? Nee, niet. Ik heb altijd McFlurry Oreo Caramel. En jij hebt. Dat is jouw go-to. Je zag letterlijk een reclame van die nieuwe, daardoor wil je erheen. Ja! En wat haalt mevrouw niet? Maar dat is zo typisch. Dan ben ik toch bang dat ik mijn standaardbestelling. Ik ben toch bang dat ik mijn standaardbestelling wel toch lekkerder vind. En dat ik een fout maak. Foute keuze, snap je? Hij is sowieso lekker. Ja. De nieuwe is de Celebrations. Dus met allemaal een soort chocolaatje. Maar, ik hou gewoon echt van Oreo. Echt mijn go-to sinds day one. Weet je wat ik ook altijd lekker vond? Die stroopwafel. Ja, het smaakt allemaal van chocola met ijs. Nee. Oreo is toch heel anders als een M&M. Weet je. En die stroopwafel karamel vind ik zo lekker aan. Ja. Goed hoor. Ja. Very nice. Wat is jullie favoriete McFlurry? Let me know. Let me know in de comments. Nee, maar oprecht. Als één combinatie me lekker lijkt, ga ik die voor jullie uitproberen. Normaal ben ik echt nooit van de McFlurry's, maar... Wel lekker. Hey, Takemundo! Ja, die zit hier ook in op. Ja.
taco mundo besteld. Dat is echt fucking lekker, hè? Yum. Hallo allemaal, het is vandaag zaterdag. We hebben zo meteen de gondelvaart en een heel leuk feestje. This is my fit. Ik heb trouwens de hele dag niks gedaan en gechilled in de zon. En ik heb trouwens een brow lift gedaan bij mezelf. Do you like it or not? I guess I like it. Ik ga hem even snel opmaken, want dit kan echt niet. Zeg maar, de reis maakt niet. Nee? Ik vind het heel leuk. Oh jongens, het is nu 4:15. Oh, ik ben helemaal klaar met de dag. Ik ben onderweg naar huis. San ligt al in bed. Ik ging nog even frituren bij Bo. Laat frituren. Ik heb echt helemaal niet veel gedronken, maar echt helemaal klaar. Ben ik echt kapot. Maar ja, logisch, 4:15. 4:10 eigenlijk. Nou, is hier niks. Echt zo fucking leuke dag. Het is gewoon nog steeds warm. Ik loop gewoon echt in mijn topje en in mijn rok. Dat is zo leuk. Echt helemaal gezellig. Ik hoop dat Stan een sleutel voor mij heeft achtergelaten. Maar ik hoop dat er dus een sleutel ligt. Want anders ben ik fucked. Dat is echt heel leuk. Heb ik al 3 keer gezegd. 5 keer. Maakt niet uit. Dat is leuk. 6 keer. Ik weet niet wat anders moet zeggen, maar ik vind het gewoon leuk om te vloggen. Ik ga lekker mijn bedje in. Morgen weer een nieuwe dag. Morgen ook super mooi en lekker weer. Ik loop morgen voorbij thuis. Ik loop morgen voorbij. Ik ga nu kijken voor sleutelen. Oh my god. Er ligt geen sleutel. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Kut. Er ligt nog geen sleutel. Ik ga even kijken of de deur open is. Ik hoop dat de deur open is. Nee, kut. Oké, ik ga Stan bellen, want er ligt geen sleutel. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Sunday en zondag. Alles in één. Ik ben weer in Amsterdam. Ik kom even in mijn woorden, maar we gaan naar de houthavens en daar gaan we zwemmen. Dus super leuk. Ik heb een bikini al aan. Hallo allemaal. Nou, ik ben nu de weekvlog aan het editen. Ik klink echt strontverkouden, maar dat ben ik ook. Ik zie dat ik de weekvlog niet heb afgesloten. Dus het was een hele leuke dag. We hebben lekker de hele dag in het zonnetje gelegen. En in de avond. Nee. Ja, alleen dat we daarheen gingen. Nee, want ik mocht niet filmen waar we waren, want het is een secret top secret place in Amsterdam. Wat heb je daarna gedaan? Oh ja, daarna constant en hadden we pizza's gemaakt. Dat is ook heel lekker. En daarna heb ik niet kunnen slapen door de hitte. Dat was niet zo lekker. Maar dat was wel alweer de week. Dus ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Ik vond het weer ene. Oh, daar gaat mijn camera. Ontzettend bedankt voor het kijken. Mooie angle ook. Dikke onderk in. We hebben het allemaal. Ja, vergeet je wel natuurlijk niet te supporten. Duimpje omhoog. Abonneer. Volg me op Insta, TikTok en Zaagvoort. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei! Yes, I'll be on my way now. You just give me a...